Eerst gaan we het hebben over het weer voor corona en de Russische inval in Oekraïne. Was dat decennia lang het meest besproken onderwerp aan de keukentafel en in het café. Toch werden er de afgelopen tijd ook weerrecords gebroken. Of beter gezegd, weerrecords. Maart had de meeste zonuren sinds het begin van de metingen. En het was extreem droog met landelijk gemiddeld 14 mm neerslag tegen 53 mm normaal. Dan was deze regio nog weer een stukje droger dan dat. De vraag is, moeten we ons zorgen maken of gaat de regen van deze week zoden aan de dijk zetten of niet? We vragen het aan Robert de Lenne. Hij is de deskundige op dit gebied bij Waterschap Vechtstromen. Robert, welkom. Goedemiddag. In tijden van droogte, dan ben jij droogtecoördinator, hè? Dat is een mooie titel. Ja, dat klopt inderdaad. In tijden van droogte ben ik droogtecoördinator. Dus dat is nodig geweest in 2018, 2019 en 2020. Mm-hmm. Afgelopen jaar, 2021, was het minder nodig, omdat het toen voldoende regen viel. Wat is een droogtecoördinator? Wat doet hij? Nou, een droogtecoördinator, de naam zegt het eigenlijk al, die coördineert de maatregelen die nodig zijn in Twente om te zorgen dat we goed weerbaar zijn tegen perioden van watertekort, van droogte. Ja, ja. En dan heb ik ook begrepen dat als het echt crisis wordt, dat je ook nog de persoon bent die uiteindelijk de crisiscoördinator wordt genoemd. Wanneer is dat? Nou ja, in 2018 zijn we inderdaad ook opgeschaald. Dus dat betekent inderdaad dat wij naar een crisisorganisatie gaan. Dat betekent eigenlijk dat je je werk even laat vallen en dat alles is gericht op de droogte in dat geval. Mm-hmm. En in die periode ben ik dan adviseur die bestuur bijvoorbeeld adviseert welke maatregelen nodig zijn. Dus dan ben ik inderdaad onderdeel van de crisisorganisatie. Toen trouwens in 2018, omdat het zeg maar zo in de picture was, werd je ook nog verkozen tot Twentse jongste ambtenaar van het jaar, geloof ik. Hè? Een soort van waarderingsprijs. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was in het najaar van 2018. En ik had natuurlijk in die zin ook wel een beetje de tijd mee, om zo maar te zeggen. Ik was zelf veel in de media, veel gesproken over droogte. Dus toen mocht ik Twentse jonge ambtenaar van het jaar 2018 worden. Klopt. Nou, is dat ook een beetje zo, omdat aan de ene kant, hè, als je wetenschappers, en dus ook op het gebied van water, die zijn soms wat minder goed in het uitleggen van het spul. Maar jij hebt eigenlijk beide. Hè? Je bent dus en vakinhoudelijk goed, maar je kunt ook goed de woordvoering doen. Ja, ik vind dat leuk om te doen. En ik probeer altijd met hele makkelijke bewoording uit te leggen wat voor werk wij als waterschap doen. En dat is soms best wel complex, want een waterschap doet hele mooie dingen, hele ingewikkelde dingen. En dat is vaak moeilijk om om makkelijk onder woorden te brengen. Dus dat vind ik ook een leuke uitdaging om te proberen te doen. Ja, probeer ons eens uit te leggen als je wil. Want er zit een verschil tussen aan de ene kant droog weer, aan de andere kant droogte en dan nog de term verdroging. Ja, precies. Inderdaad. Wat we bijvoorbeeld in februari of in maart hebben gezien, is dat er onvoldoende regen valt. Je zei het net al, van er is toen 10 mm regen gevallen in een maand tijd. Normaal gesproken is dat ongeveer 60 mm. Dus dan heb je 6 keer zo weinig regen gehad. Mm-hmm. En dan is er sprake van droog weer. Dus er valt minder regen dan normaal. En dan is het dus sprake van droog weer. Maar wanneer droog weer aanhoudt en wanneer dat effect heeft op de normale watersituatie, om zo maar even te zeggen, noemen wij het hydrologische evenwicht, dan is er sprake van droogte. En als we dan kijken naar de afgelopen periode, de afgelopen maand, hebben we eigenlijk is er geen sprake geweest van droogte, maar wel van droog weer. En tenslotte heb je inderdaad ook nog verdroging. En verdroging is eigenlijk nog iets anders. Verdroging betekent eigenlijk dat de grondwaterstanden hier in Oost-Nederland, in Twente, structureel te laag zijn. En dat is een term die voortkomt, die veel wordt gebruikt voor natuur. Waarbij eigenlijk gesteld wordt dat de natuur continu te maken heeft met te weinig grondwater, ja, waardoor ook structurele schade optreedt. Dus is dat aan de hand? Want ik hoor je eigenlijk zeggen, ja, droog weer hebben we in maart wel gehad, maar echt droogte is op dit moment geen sprake van. Die verdroging, zitten we eigenlijk een beetje goed qua grondwaterniveau? Ja, als we nou op het moment naar het grondwaterniveau kijken, we staan natuurlijk ook voor een week waarin waarschijnlijk veel neerslag gaat vallen, dan is dat niet direct alarmerend. De grondwaterstand zit op een gemiddeld niveau voor deze tijd van het jaar. Ja. Dus rond deze tijd zit het op de meeste plekken zo'n 1,5 meter onder maaiveld hier in Almelo bijvoorbeeld. En dat is nou ook het geval. Hij zit daar net iets onder, maar goed, dat is niet alarmerend. En die grondwaterstand die fluctueert, die gaat telkens op en neer. Dus dat is eigenlijk wel een gunstige stand voor het begin van het voorjaar. Okay. Waarin nog veel water nodig is voor gewassen, voor de groei van bomen en dergelijke. Ja.
Dus in die zin staan we er goed voor. Nou ja, want je zegt ook van, het regent volgens mij as we speak, als ik zo naar buiten kijk. Ja, regent het. Dat is een beetje een soort van, dat lijkt in mijn ogen dan meer een pleister als het echt droog is. En ik vraag me af, we hebben het altijd over klimaatverandering. Wordt het gedurende de afgelopen jaren, decennia, moeilijker om die grondwaterstand op niveau te houden? Ja, zeker weten. De laatste jaren komen er natuurlijk ook veel onderzoeken uit. Onderzoeken van het IPCC, zoals dat heet, maar ook onderzoeken van het KNMI. Het klimaatsignaal bijvoorbeeld. En het klimaatsignaal laat eigenlijk zien dat de periode dat het droog is, dat we te maken hebben met droog weer, dat die langer worden. Dus je krijgt eigenlijk een langere periode van droogte in de zomer. Mm-hmm. En als het dan regent het heel hard. En dan krijg je vaak te maken met wateroverlast bijvoorbeeld. Ja. En dan stroomt er bijvoorbeeld een tunnel onder water. Dus het is in de toekomst moeilijker om te voorzien in de watervraag die er is vanuit de landbouw, vanuit de natuur, vanuit de recreatie, vanuit bedrijven, noem maar op. Ja, absoluut. Dus je moet een keuze maken eigenlijk van oké, we hebben minder water, waar gaat het naartoe? Gaat het naar de boer of gaat het naar het bos? Of... Ja, dat vraagt inderdaad om keuzes. En keuzes maken is natuurlijk altijd moeilijk. En het is ook niet altijd nodig. Als we voldoende in de watervraag kunnen voorzien, dan doen we dat zeker. Daarvoor zijn we ook opgericht natuurlijk. Maar er zijn ook perioden dat het even niet kan. En dan moet je keuzes maken waar het water dan naartoe gaat. Dat soort gesprekken voer jij ook, toch? Vanuit het waterschap. Dus met die boeren of met Landschap Overijssel. Of de partijen die water nodig hebben. Natuurgebieden. Lijkt me niet altijd makkelijk als je dan moet gaan zeggen van ja, maar we hebben gewoon wat minder water voor je als boer bijvoorbeeld. Nou ja, inderdaad. Ik voer die gesprekken ook. Dat zijn ook soms keukentafelgesprekken. En ik probeer dan vooral ook uit te leggen wat de consequenties zijn, waarom het even niet kan, zeg maar, waarom we onvoldoende water beschikbaar hebben. Het is ook wel eigenlijk ook wel inherent aan het watersysteem in Twente. Dat is echt afhankelijk van het grondwater. En dat grondwater wordt aangevuld door de hoeveelheid regen dat valt. En we weten dat het in de toekomst minder gaat regenen in de zomer. Dus dan wordt die grondwaterstand ook eigenlijk niet aangevuld. En dat heeft inderdaad consequenties voor bijvoorbeeld de landbouw, ook voor natuur. Ja. En dat vraagt ook wel moeilijke gesprekken. Maar daar merk ik bij dat je ook wel vaak begrip kunt creëren voor de situatie. Als je het heel goed uitlegt en heel rustig uitlegt. Mm-hmm. Want wat we eigenlijk merken, met name in Twente, is dat het systeem ook niet maakbaar is. Het is niet zo dat wij op een knop drukken en dat er dan voldoende water beschikbaar is. Daar is het systeem in Twente te ingewikkeld voor. Ja. Wat kun je wel doen eigenlijk? Is er iets wat het waterschap kan doen? Ja, naast gesprekken hebben over, ja, het is nou eenmaal droog en we moeten water verdelen om meer water vast te houden of om de hemel meer water te laten geven, bij wijze van. Wat voor middelen zijn er? Nou, eigenlijk is de aanpak voor de hoge zandgronden, voor Twente dus, dat is echt gericht op het vasthouden van water. Ik zei net al, in de winter gaat het meer regenen. Dus dat is eigenlijk positief, hè? Dat in de winter komt er meer regen naar beneden. Maar in Twente moeten we zorgen dat we dat water ook weten vast te houden, zodat we daar in de zomer ook gebruik van kunnen maken. En dat is denk ik ook de grootste uitdaging voor ons als waterschap op de hoge zandgronden. Van hoe weten we nou dat water vast te houden, ja. Hier hoog en droog in Twente. Hoe doe je dat? Heel praktisch gezien, hoe werkt dat, water vasthouden? Heb je dan allemaal regentonnen staan en zo? Ja, dat is inderdaad ook makkelijker gezegd dan gedaan. Dat doen we op heel veel verschillende manieren. Het kan inderdaad in stedelijk gebied door regentonnen en dergelijke, waar het water wordt vastgehouden. Als ik aan het landelijk gebied denk, dan zien we toch dat echt dat herinrichtingsmaatregelen nodig zijn. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de Dinkel of iets dergelijks, dan laten wij die weer meanderen, geven we die meer ruimte. En zorgen we ook dat daar eigenlijk dat water vertraagd wordt afgevoerd in richting van de Vecht in dit geval. Mm-hmm. Dus we zien eigenlijk dat je met de meer operationele maatregelen, dus even een stuw omhoog zetten, even een gemaaltje aanzetten, dat je daar in Twente minder mee bereikt. Het handelingsperspectief, zeg maar, wat je wel kunt doen als waterschap, dat eigenlijk veel meer gericht moet zijn op herinrichting van watergang. Ja, en dat heeft er dus mee te maken dat je dus water vasthoudt op het moment dat het droog is, zodat je eigenlijk zelf controle hebt van wanneer laten we dit water weer los, hè, als het moment dat het nodig is. Dat het niet verdampt op het moment dat je dat niet wil, bij wijze van. Ja, precies. Je houdt het water inderdaad vast als dat kan. Ja. En dat is vaak na de winter, want dan is er voldoende water voorradig. En dat begint ook al echt
Ik noem het wel soms de hydrologische haarvaten van het systeem, maar dat begint echt bovenin. Dus dan kun je Decaan, Enschede en Oldenzaal en Ookmarsum. Dat ligt echt vrij hoog. En daar moet je zorgen dat het water wordt vastgehouden, dus dat het ook echt vertraagd door de beken en de rivieren en de kanalen stroomt. Zodat dat tijd nodig heeft en dat je zodoende zo'n droge periode ook door kunt komen. Hoe verhoudt eigenlijk de misschien wel ook wel toenemende vraag naar drinkwater zich eigenlijk tot dit soort vraagstukken? Want ja, die is er ook nog. Hè? We groeien als bevolking, dus er komt steeds meer vraag naar drinkwater. Dat moet ook ergens vandaan komen. Ja, inderdaad. En drinkwater komt in Twente natuurlijk ook uit de grond. Dat is grondwater. En de drinkwaterbedrijven, dat zijn ook functies die wij als waterschap proberen te bedienen, in zover dat mogelijk is. Daarbij zien wij dat ook drinkwater, de vraag naar drinkwater, toeneemt. Dat is natuurlijk een vraag wat de drinkwaterbedrijven beter kunnen beantwoorden dan ik. Maar we zien dat de vraag naar drinkwater toeneemt. En wij als waterschap proberen te zorgen dat die grondwaterstanden voldoende hoog zijn, zodat die drinkwaterbedrijven ook voldoende water uit de bodem kunnen halen. Ja, ja, precies. Ja. Maak je jezelf wel zorgen eigenlijk? In die zin, ik hoor bijvoorbeeld als het gaat om de Hoorn van Afrika, daar wordt het steeds droger. We hebben het zelfs soms over klimaatvluchtelingen die binnen 50 jaar onze kant op komen als het blijft verwarmen allemaal. Blijft verdrogen ook daar. Hoe speelt dat eigenlijk in Twente? Moeten we ons op termijn ook een soort van serieuze zorgen gaan maken over de droogte? Wat zijn de gevolgen eigenlijk die mogelijk zijn hier? Ik denk eerlijk gezegd dat we nog niet direct ons zorgen moeten maken. Als je kijkt naar de waterbalans in Nederland, dan valt er gewoon meer regen dan dat er verdwijnt via verdamping. Dus we moeten dat gewoon slim weten vast te houden. En dat vraagt wel moeilijke keuzes. En die keuzes moeten we maken om te zorgen dat we dat water in de toekomst ook hebben. Ja. Dus ik ben er nog wel van overtuigd dat wij echt genoeg maatregelen kunnen nemen om te zorgen dat we in de toekomst in de zomer ook voldoende water hebben. Maar dat wordt wel een steeds grotere uitdaging. Ja. Dus ik maak me nog niet direct zorgen. Nee. Maar het gaat wel veel energie kosten om in de toekomst ook te kunnen voorzien in de watervraag. Ja, alleen van jullie of ook van Twentenaren zoals ik zelf bijvoorbeeld? Hè? Tot slot dan even. Wat vraag je eigenlijk van de inwoner van Twente daarin? Wij kunnen het als waterschap kunnen we het absoluut niet alleen. Wij gaan over de watergangen, maar we zien wel dat je het in de watergangen niet kunt oplossen. Dat is natuurlijk nodig, daar zijn maatregelen nodig, maar het is ook verderop nodig. Dus we hebben agrariërs nodig om water vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan het vertraagd afvoeren van water via de drainage van agrariërs. Maar ook in stedelijk gebied zou je het water moeten vasthouden met regentonnen, met het afkoppelen van je riolering, zodat het niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties gaat, maar zodat het de grond in kan trekken. Dus we moeten dat samen doen. En daarom werken wij ook heel nauw samen met de gemeente, met de provincie, met agrariërs en LTO, met Staatsbosbeheer en andere natuurbeheerders. En het gaat vrij goed, maar dat moeten we zeker samen doen. Ja. Nou, hopen dat ook deze zomer de droogte weg blijft. En de komende jaren, maar het gaat tot nu toe goed voor dit jaar, dus dat we hopen dat het zo blijft. Robert de Lenne van de Waterschap Wegstromen, dank voor je heldere uitleg. Graag gedaan.